this and cables goes out on a public procurement. Because it's such a specific knowledge you need. Hey, hey, hey. Goedemiddag iedereen bij de MA2 cursus. Naar een mooi idee van Jamie Holubeke. Gaan we tijdens deze quarantainemodus een paar leuke webinars geven. Hopelijk ben ik voor jullie allemaal goed te verstaan, want ik heb een beetje provisoire een headsetje moeten gaan vinden, want in deze tijden van corona is het natuurlijk heel moeilijk om een mooie studiomicrofoon met USB te gaan kopen. Het was ook niet zeker wat ik op tijd ging hebben. Dus dankjewel alvast voor het kijken, dankjewel voor het interesse in MA. En we gaan eerst met een klein saai gedeeltje beginnen. Hopelijk staat de muziek op de achtergrond niet te luid, maar het is altijd tof om wat met muziek te doen. Laat gerust wat achter in de chat. Ik zie dat Seb schrijft dat ik goed verstaanbaar ben, dus dat is super om te horen. Mocht je een bericht hebben, een opmerking of denken dat ik iets fout doe, want ik kan altijd zeker bijleren. Zelf ook, over van alles. Mag je dat altijd schrijven in de chat onderaan het scherm. We gaan nu het eerste uurtje voor vandaag. Gaan we het redelijk basic houden met de patch. We gaan het voor heel de cursus basic houden, zodat iedereen gerust mee kan. Maar het zal geen zotte dingen worden. Misschien bij de timecode dag even dat we een leuke ding gaan doen. Maar vandaag gaan we het redelijk simpel houden. Ik hoop dat iedereen de MA al heeft kunnen downloaden, de software. Jammer genoeg. Is die niet beschikbaar voor Mac, de 2. We gaan even kijken naar de 3, waar we vandaag niet, maar komende week ook naar gaan kijken. Deze is wel beschikbaar voor Mac, gelukkig. De 2 jammer genoeg nog niet. Mocht je die nog niet gedownload hebben, kan je dat even doen tijdens het saaie stukje. Je hebt deze nodig. Het is de on-PC software, de 3.9.0.1 versie. Gewoon aanklikken en dan start de download en kan je installeren. Waarom MA2? De MA3 is nu al een tijdje uit de tafel, de software ook. Maar MA2 zal nog veel gebruikt worden. Jammer genoeg deze zomer niet met al het gedoe. Maar de MA2 is zo ingeburgerd, de software. En ook beschikbaar op de MA3 tafel, dat deze nog evenwel zal gebruikt worden. Want niemand zal ook in 1-2-3 een top show file gemaakt hebben op de 3 die idem is aan zijn show op de MA2. We gaan even kijken. Zo zien alle mooie MA2's eruit. Er zijn natuurlijk verschillende types. Het kleinste type in de fleet van MA2 is deze mooie on-PC. Daarmee kan je 2 universes uitsturen via een computer. In tegenstelling tot onze goede vrienden van Shamsies, daar heb je een leuke dongle voor 1 universe. Maar bij MA heb je effectief hier een tafel nodig, deze console. Je kan 2 universen uitsturen hiermee. En je kan dat uitbreiden naar 6 met een command wing. Als ik deze even hier tussen vind. De command wing is eigenlijk gewoon hetzelfde als een on-PC, maar met enkel faders en 4 extra universes. En dat is deze hier. Command wing of fader wing. Dan heb je natuurlijk de grotere types. Hier bovenaan hadden we een mooie MA2 Lite staan. De 2 monitors zijn er niet bij, dat is gewoon extra uitgebreid. Dat kan je zelf aansluiten, dus er zijn zeker aansluitingen daarvoor. En dan heb je hier de hot van alle MA2 tafels, de full size. 4 schermen, meerdere faders en natuurlijk een veel te grote en zware tafel, maar dat nemen we er graag bij. We gaan even snel achteraan kijken. Het was zeker geen burn naar Champs toe, want het is wel goed dat Champs dat geeft, de Bernard. Dank je wel voor de opmerking. Dan is het wel natuurlijk jammer dat Emma zo geen dongle heeft. Dus hoera, Champs is. Maar we zijn nu met AMA bezig, want dat is zeker ook goede software. We zitten hier aan de achterkant nu van de MA2. We zitten met de full size. Je hebt hier uw fysieke lijnen, dynamiek, dat je kan trekken. Universe A of 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar je kan natuurlijk uitbreiden door hier Ethernet aan te sluiten. Hier zit je met je 2 DVI-inhangen voor extra monitoren aan te sluiten, extra schermen.
dan hier uw remote control en MA Link voor een fader wing aan te sluiten. Het is een eigen type kabel, het is niet een USB van console naar wing. Het is effectief wel een eigen kabel dat MA ontwikkeld geeft dat ze gebruiken. Dan hebben we hier nog de MIDI en de LTC en audio voor timecode te sturen. Daar gaan we zeker vanavond naar kijken. Zo. Ondertussen zal bij de meeste mensen, moet dat nog niet gebeurd zijn, de software geïnstalleerd zijn. En als je deze zal openen, zal dat er ongeveer zo uitzien. Zoals je ziet is Liam al een kleine workshop aan het geven in de chat over Shamsis. Heel leuk. Goed bezig Liam. Vanavond gaan we zeker ook naar jou luisteren. En Jamie komt ook nog met Isadora even tussendoor. Ik heb hier een nieuwe show gestart. Dus mocht je MA2 op jouw PC hebben staan, doe maar gerust open. Je zal even een pop-up krijgen dat je alles zal moeten selecteren. Blablabla, aanvaarden. Dus zeg maar ja daarop en dan krijg je daarop. Ik ga even... Ik denk dat we nu terug zijn. Ja, we waren even weg. Even een kleine verbindingsfout, maar we zijn nu terug. We zijn terug, hopelijk. Dus we zitten nu bij de backup. Het laden van een show, het saven van een show of maken van een nieuwe show. Wat ook heel tof is. Export patch to ML3. Je kan je showfile natuurlijk niet exporteren van 2 naar de 3, maar je kan wel de patch alvast meenemen. Dus dat is wel heel leuk gevonden. We gaan even een nieuwe show starten. Test show. Het is belangrijk om bij een nieuwe show alles te selecteren, zodat we helemaal een volledige lege pagina hebben. Please. We gaan even niet saven. Zoals je ziet hier, command overlay. Eigenlijk op de MA3 tafel is dat de menuknop. Bij MA2 is dat de setup knop. Hier bij de OnPC zitten met command overlay. Dat is eigenlijk alle knoppen die je krijgt. Fysiek knoppen van op tafel. Hier in de software. Zoals je kan zien staat er in het blauw toetsencombinaties bij mij. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan zit je hier met een knopje onderaan shortcut. Als je dat selecteert, komen deze shortcuts er allemaal op. Zoals je ziet heb ik hier nu alle knoppen. Ik ga even de webcam van mijn gsm vergroten, want ik heb hier bij mij een leuke MA3 tafel staan en kunnen we even fysiek kijken hoe zo'n tafel er nu eigenlijk uitziet. Je zou denken het is een MA2 Lite versie, een MA3, maar het is hier eigenlijk een Compact XT. Het zijn allemaal nieuwe namen. Je ziet ook hier, bij MA2 Lite zit er hier een scherm. Bij de Compact XT is dat niet zo. Bij het grote verschil tussen de 2 en de 3 tafels, de consoles, is dat sommige knoppen eigenlijk helemaal anders staan. Maar zoals je kan zien, ik zal even het scherm verkleinen. Zo. Eigenlijk de knoppen die je hier ziet, is eigenlijk heel het overzicht op je software dat je hier ziet. We gaan even de tafel terug rust laten. En even terugkeren naar onze software, want daar gaan we vandaag bij blijven. Even de webcam terugkleinen. Zo. Terug naar onze software. Ik ga even de command overlay sluiten. Dat is inderdaad een rol Hava als phone sense hebben we goed gezien. Want ik heb voorlopig hier geen staan om mijn gsm in te zetten. We hebben hier eigenlijk onze Windows. Dat is wel tof van MA2 en MA3 software. Je kan jouw vensters invullen zoals je wil. Je klikt daar gewoon op een lege plaats. Dan krijg je eigenlijk alle soorten vensters die je kan invullen in de tafel. Je ziet dat er bij presets nu nog niet veel staat. Dat zal straks, vanaf dat je gepatcht hebt, zal er daar alle mogelijkheden komen bij staan. Wat hebben ze al allemaal? Een sheet voor jouw kanalen, voor jouw fixtures, DMX. Mocht je RDM sturen, dat is Remote Device Management. Dat is eigenlijk
je console laten praten met jouw lamp. Natuurlijk moet jouw lamp dan wel RDMA hebben zitten. Hier heb je dan verschillende pools, een effectenpool, groeppool. Dat is eigenlijk gewoon een venster waarin je alles kan plaatsen op een mooie eigen manier, dat alles een beetje samen staat, zoals we groepen bijvoorbeeld. Universes, views, layout pool is ook een tof, dat gaan we straks zien. Timecode pool is voor later deze week. Presets zien we straks wat meer van. Je playbacks is eigenlijk alles wat je nodig hebt voor als je aan het busken bent of tijdens je timecode show. Busken is eigenlijk live duwen tijdens je show. Bijvoorbeeld action buttons kunnen we zien als een execute als je dat gewoon bent van bij Shanti te horen. Dat is een beetje hetzelfde. Dan heb je playbacks, dat zijn je faders dat je gaat brengen. Want bijvoorbeeld hier bij de onze PC software hebben geen fysiek faders, dus kan je dat zo gebruiken. Of als je met een on-PC console werkt, heb je maar 6 faders, kan je meer faders toevoegen. Moet je dan wel met je hand bedienen via touchscreen dat bijgeleverd wordt. Maar dat is een oplossing die je kan gebruiken. Andere dingen zoals een Henda, een CETP Video Viewer, dat is meer voor LED-walls en mediaservers aan te sturen. Klok, color picker, ook heel een toffe stage view, dat is ook voor straks. Layout view is ook voor dadelijk heel tof. En dan het systeem, eigenlijk de command line en al de rest. Het is eigenlijk niet zo heel speciaal dat systeem, behalve de command line, die zegt effectief wat je allemaal doet. Die registreert elke knop, elke beweging als het ware op Yamaha dat je doet. Zodat je een beetje kan volgen hoe en wat. Ik ga even snel nog de knoppen overlopen en dan gaan we kijken voor onze eerste dingen te patchen. We gaan zo dadelijk eerst beginnen met makkelijke dimmers, conventioneel licht. En dan eventueel gaan we straks kijken met intelligent licht, zodat we wat meer vrijheid hebben in onze presets. Ik ga niet alle knoppen bespreken, omdat we het zo simpel mogelijk gaan houden natuurlijk. De knoppen die het meest had nodig hebben, gaan we even overlopen. Deze stoorknop is een heel leuke knop. Dat is eigenlijk een ander woord voor record. Dus die gaan we straks veel nodig hebben, de stoorknop. Update zet ook zichzelf. Bijvoorbeeld als je in een queue aan het prutsen bent, even updaten. En dan kan je dat doen via deze knop. De clearknop, of course, alles clearen. Wel ook een speciale functie. Op de clearknop kan je 3 keer duwen voordat hij volledig clear is. Dat gaan we straks uitleggen. De edit zet ook alles voor zichzelf. De oepsknop is een heel toffe. Als je bijvoorbeeld een kleurtje hebt veranderd in een queue en je vindt dat niet goed of het is toch maar lelijk, kan je dan oepsen en is dat weer weg. Dus eigenlijk een undo van iets te recorden. Escape button is natuurlijk voor overal uit te gaan. Dat zijn er ook nog 3 belangrijke. Je channel, je fixture en je group. Dat zijn de knoppen die je gaat gebruiken voor iets in te geven. Stel je voor, straks gaan we met het kanalengedeelte eerst werken bij dimmers. Dat je 5 kanalen hebt gepatcht en je wilt kanaal 1 even selecteren, gaat dat dan zo gaan. Bij een fixture is dat hetzelfde, maar je geeft geen kanaalnummers aan je fixtures, maar wel fixturesnummers. Queue, sequence, execute is allemaal voor te bewerken en naar uw desbetreffende sequence of queue te gaan. Een sequence is eigenlijk een combinatie van queues op 1 fader, hoe kan je dat zien? Even clearen. Dat zijn eigenlijk een beetje buiten de lead en de kopie en de move knop redelijk allemaal duidelijk, denk ik. De belangrijkste knoppen die we straks gaan nodig hebben. En deze select is ook nog een laatste. Dat is eigenlijk om je fader te selecteren wanneer je actief bent. Stel nu voor, waar ga je dat veel tegenkomen bij bijvoorbeeld een timecode show of een midi show. Als je timecode track uit 2 faders bestaat met verschillende cues, 2 sequences, moet je effectief gaan selecteren in welke fader je bezig bent om al jouw clears en jouw updates en jouw edits en alle toestanden eigenlijk te zorgen dat dat in die fader gebeurt. Goed, ik denk dat het toch even tijd is voor te patchen. We gaan nu een volgende stap. Mocht er iets niet duidelijk zijn, vraag gerust, want ik spreek ook soms een beetje heel snel en onduidelijk heb ik uit het verleden waargenomen. Maar als je iets wil vragen of als ik even moet teruggaan op iets, stuur gerust een bericht in de chat. Want ik zie dat Wout Clarisse vraagt of ik mijn stof in zal afdoen, dat zal ik straks doen. Naar morgen toe. Dus af en toe check het wel eens. Dus vraag maar gerust.
Goed, we gaan over naar de volgende stap. Mocht je de software niet hebben en gewoon aan het kijken zijn en de software straks wil installeren, deze video blijft straks online staan na de stream, dus kan deze gerust opnieuw bekijken. Goed, we gaan naar onze setup. Nu staat dat heel klein. Stel je voor dat je een MA2 Lite hebt met twee screens. Kan je dat eigenlijk verzetten van scherm. Je ziet hier 1 tot 6 in een rare positie staan. Dat is eigenlijk heel simpel. U1 is het kleine scherm naast uw toetsen en zo gaat het verder. Dan krijg je uw grote schermen 3, 2 en 4. Dat is eigenlijk gewoon de drie schermen die je hebt bij full size. Dus dat is een volledige, alles erop en eraan. En 5 en 6 zijn de extra schermen waarbij je die kunt aansluiten als extra monitor, dus voor wat meer vrijheid. Dus als we nu hier dat even groter gaan brengen, op de 2 staat dat een stuk groter. Zoals je ziet wil je dat terug naar het kleine scherm op je console onderaan. Mocht je een MA2 Lite hebben voor te werken, doe je gewoon terug zo. Dus dat is eigenlijk het principe van de chain screens. Het kan wel zeer handig zijn, want bijvoorbeeld je wilt niet staan patchen en bewerken in jouw adressen op zo'n klein scherm. Goed, we gaan even verder. We staan nu op het grote scherm en voor te patchen hebben we eigenlijk hier in het showgedeelte alles nodig. Straks gaan we even op het einde de rest van onze setup overlopen. Want naar de volgende dagen toe kan dat wel belangrijk worden. We gaan even daarbij blijven. We gaan nu vooral de eerste twee nodig hebben. Een autocreate zal ik straks ook eens even kort uitleggen. En eventueel, als er nog tijd over is, het morphen en klonen van heads. Waarom is cloning belangrijk, zal ik straks even uitleggen. We gaan naar patch en feature schedule. Dan vraagt hij, als je nog geen layer hebt aangemaakt, dus geen laag van lampen, ga je sowieso eentje moeten invullen. Dus wat ik altijd voor zorg is dat alles toch duidelijk onderschikt is in alles. Dus dimmers bij dimmers. Eventueel kan je dat nog opsplitten naar als je iets van parren hebt in de lucht, dimmers up of parren up en op de floor. Maar voorlopig gaan we gewoon een dimmer pakken. Of dimmers. Mocht je geen toetsenbord hebben, en enkel een touchscreen en het toetsenbord verschijnt niet, moet je gewoon even hier op de plus klikken en dan krijg je een toetsenbord voor te typen op touch. Het is van Duitse makelij MA, dus je krijgt een leuk QWERTY toetsenbord. Zo, dan gaan we direct naar hier om alles in te vullen. Je ziet dat een dimmer altijd standaard al klaar staat, dat gaat altijd zo zijn. Wat je ook patcht of wat er ook al klaar staat van andere fixture types, je dimmer gaat altijd bovenaan staan. Dus we gaan dat even selecteren, dus dan zie je dat hier. Dimmer 1, quantity. Laat ons even 5 dimmers patchen, dus quantity de hoeveelheid is 5. Van fixture ID. Daar blijven we af in het geval van dimmers, want als we over dimmers spreken, spreken we eventueel over kanalen. Dus gaan we hier bij de channel ID, start vanaf 1. We willen nu dat vanaf 150 start. Maakt mij niet uit, dus al gelijk, het is eigenlijk gewoon hoe dat jij het wilt, maar we gaan nu voorop van 1 starten, want het kan straks wel belangrijk zijn om dat te weten. Fixture ID is voor intelligent licht, dus daar blijven we nu voorlopig af. Opnieuw, mocht je een toetsenbord hebben, kan je dat hier rechts intypen via de touch. Patch break is eigenlijk ons universe en ons adres. 1.001 is dat nu, dus dat wil zeggen dat is één kanaal, universe 1 liever en dan kanaal 1. Dus daarvan start het. Wil je dan nu op universe 5 en start vanaf kanaal 254, geef je dat zo in. Wil je dan nu op universe 5 en kanaal 2, kan je gewoon zo ingeven. Dus niet dat je speciaal 5.002 moet ingeven. Hij had sowieso de 2 pakken als je 5.2 pakt. Maar we gaan nu even 1.1. 5 kanalen. Dan staan die hier. Allemaal mooi. Van 1 tot 5. Het toffe hieraan is, dan kan je ook gewoon aanpassen. Stel nu dat je dimmer 10 pakt. Past hij dat aan? Of dimmer 5. Gaan we terugpakken. Of mijn muis wil meedoen.
voor ze allemaal te selecteren. Nu heb ik ze allemaal mee, zoals je kan zien. Staat alle dimmers in een blauw vakje. Stel nu dat dit nou niet jouw eerste dimmers zijn, maar je wilt ze laten starten vanaf 150 bijvoorbeeld. Past MA dat automatisch aan, 150, 51 enzovoort. Nu heb ik eens heel snel de Oeps-knop gebruikt, zoals je ziet. Dus Oeps. Selecteren en terug naar 1 tot 5. Je kan zo ver Oepsen zoals je maar wil. Dus stel je dat we de cijfer hebben veranderd, maar de kanalen zijn weg door een of andere manier, kan je blijven Oepsen totdat ze terugkomen. Ik ga even mijn kabel wat verlengen. Dus we waren bij de Oeps-knop, je kan zo ver oepsen maar waar je maar wilt. En ik zal nog eens terug deze nummer veranderen naar 100 bijvoorbeeld. Command overlay, oeps, staat hier. Dan zie je undo text changed 5 seconden geleden. Dus de tafel weet ook wanneer je dat hebt gedaan. Dus toen ik oeps selecteerde was dat 5 seconden geleden dat ik de cijfer had aangepast. En dan zal je ook zien, text change zegt effectief voor wat het gaat. Dus nu zijn we terug. Staan we op de 5. Zo. Fixture type is de dimmer. Dit vak hebben we straks nodig voor te morfen, maar dat gaan we op het einde doen met intelligent licht eventueel. Dan heb je verder hier nog je patch, je kanaal. Dat zijn allemaal parameters voor bijvoorbeeld jouw moving heads. Kan je hier, als je moving is hebt bij dimmer natuurlijk niet, een pan invert, een tilt invert, allemaal installeren. Color, white. Straks gaan we bij moving edge zien wat ze er allemaal kunnen veranderen. Ga ik straks even kort toelichten. We gaan even hier in de patch snel eens prutsen, want nu hebben we gewoon gedaan 1 tot 5. Dus start vanaf 1 en de rest komt. Maar natuurlijk, sommige mensen zullen ook graag willen werken met een offset. Hoe gaan we dat dan doen? Een offset, we gaan ze even verwijderen. Dus we hebben onze dimmers. Even hier kort, layers, add layer, dimmers, add fixture. Zo. Dimmer, dus we gaan terug 5. Maar we gaan daar geen adres aan geven. Nu zegt de patch dit, streepje. Ik heb ze hier alle 5 nu. Ik selecteer dus in blauw. Dat zijn dat die geselecteerd is. Nu heb ik ze allemaal. Je kan eigenlijk altijd bij naam, fixture type, channel of wat dan ook in de tafel, in een lijst, als je ze allemaal nodig hebt, gewoon bovenaan even drukken. Hier heb je het staan. Skip patched is voor iets anders, dat zien we nog later. Offset, staat nu op 1. Stel je voor, ik wil een offset van 20. Selecteer ze allemaal hier. Even rechtermuisknop, voor mocht dat nog niet duidelijk zijn, sorry dat heb ik nog niet gezegd, dus voor daarin te komen rechtermuisknop duwen. Ik sta terug vanaf 1.1, maar met een offset van 20. Dus nu zit er tussen elke lamp 20 kanalen. Zo creëer je dus een offset hier in de patch. Nu we toch in de patch zitten, ga ik nog even wat extra dingen uitleggen die handig kunnen zijn. Dus even snel volgen. Ik ga even wat extra dimmers patchen. Zoals je ziet, als je extra dimmers patcht, kanaal stond op 6 daarnet. Ik ga dan even veranderen naar 10. Waarom 6? 5 is het laatste dat is gebruikt geweest. Dus pakt hij al nu automatisch 6. We gaan nu van 10. Het is vrij vanaf 82, zoals je kan zien. Even meer doen. En even 1 dimmer doen. Ik ga even hier, je hebt hier onderaan Create Multipatch staan. Dat mag misschien niet raar klinken, maar het is eigenlijk iets heel makkelijk en heel tof ook. Stel je voor, je bent met een theatershow aan het toeren en in de ene zaal
is het zaal ligt allemaal op één kanaal of één aan te sturen kanaal. En je komt een week later in een andere zaal. Je cloont of je patcht je show naar de adressering van de zaal. Maar het zaallicht heeft nu 5 kanalen. Of bestaat uit 5 kanalen in plaats van 1. Maar jij zit wel met jouw ene adres daar. En Ma laat het ook niet toe. Ik zal even eentje toevoegen. En Ma laat ook niet toe om hier even op hetzelfde adres 2 dingen te patchen. Dus van collision. Dat laat het niet toe. Wat is de oplossing daarvoor? Multipatch. Dus we doen er 4 bij. Wat uw zaal ligt. Even aanpassen hier. Dat het duidelijk wordt. Uw zaal ligt bestaan nu uit 5 kanalen. 1 tot 100. En dan kan je hier in de patch gewoon 1.101. Je mag zeggen maar van hun, dat staat nu toch nog op andere kanalen. Dus gaat dat wel werken op mijn 100? Ja, en waarom? Deze gaan mee reageren met alles wat geprogrammeerd staat op de adressering 100. Dus of dat je nu hier 6 of 100 of 5 of 4 inzet, ze zullen allemaal luisteren naar die ene dimmer op 1.100. Zo, hopelijk was dat een beetje duidelijk. Laat rust weten als ik dat nog eens moet herhalen straks. Maar bij deze. Zo, dat gaan we even wegdoen. Lead layer, we hebben onze dimmers. Even. Zo. We gaan uit de venster. Save, of course. Warning zal er altijd opkomen. Ook al is er iets aan de hand. Mocht er iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld van er overlapt channel nummers, fixture nummers overlappen of adressering. En Ma zal dat zeggen en je zal een diagnose kunnen openen om alles aan te passen. Zo. Ik ga hier even uit. Maar we gaan nog niet stoppen met patchen. Want we gaan even naar iets anders kijken, dat er wel aan gelinkt is. De meeste knoppen hier, of op je tafel, hebben een dubbele functie. Bijvoorbeeld hier, de assign align. Align is voor posities, zien we bij intelligent licht. Misschien eventueel morgen met catcher erbij. Maar hier assign. Dus assign. Als je één keer duwt, krijg je assign. Als je nog eens duwt, krijg je label. En nog eens duwen krijg je appearance. Het is eigenlijk zo, de meeste knoppen hebben extra functies. Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje ontdekken, dat kunnen we hier niet meer allemaal uitleggen. Maar als je ze weet zitten op de duur, onthoud je ze wel. En is het ook heel makkelijk. Het zijn eigenlijk allemaal shortcuts om sneller te werken. Assign is effectief. Assign, je drukt op een queue. En je kan al je soorten opties aanpassen in de queue. Gaan we zo dadelijk bekijken wat dat is. Wat is label? Zegt zichzelf, label uw queue, geef er een naam aan, of geef uw fader een naam. En appearance, je kan ook aan jouw blokjes op uw MA of op uw fader een kleurtje geven. Ik doe dat altijd graag, dat is heel handig in overzicht. En zo kan je ook een beetje jouw showfile personaliseren, dat het duidelijk is voor jezelf. Bij de MA3 console zijn de faders nu ook opgelicht. Op zich wel handig, zo kan je snel weten van, ah, ik heb mijn strobo bijvoorbeeld groen gemaakt, en je zoekt heel snel de fader, kan je die groene fader gewoon selecteren en knal open en daar is de strobo. Waarom nu die dubbele functie? Channel heeft die ook. Als je 2 keer duwt, krijg je DMX. Dus 2 keer duwen. En dan kom je hierin terecht. Hier onderaan. Hier onderaan is eigenlijk alles wat je nodig hebt om te programmeren. Straks gaat het er allemaal staan. Nu is het even een andere functie van die channel channel. Wat doet die channel channel? Dat is eigenlijk gewoon universe. Ah, 5. Ik heb op universe 5 op kanaal 250 een lampenpatch en ik wil dat even testen. Test output. Helemaal open. Voilà. Zo kan je eigenlijk gewoon de lijst afgaan. Dat staat geselecteerd aan je scrollers op een console. Dus dat is gewoon even afgaan. Dat is heel makkelijk om alle lampen afvallen of ze testen. Dat ga ik met moving edge. Dat heeft zeker geen probleem. Wat je hier ook mee kan, wat heel tof is, is dat patchen eventueel. Stel je voor, universe 5, patch. Gaan we even naar onze patch. Is dat ook aangepast? Dus ik ga even oepsen.
dat we dat zien. Bijvoorbeeld Universe 5 hier, adres 250 zou ervan maken. Test-output maakt niet uit, dat is gewoon om te testen. Van A, dat is bijvoorbeeld opnieuw het voorbeeld van ons theater, de week voor en de week erna. Bijvoorbeeld, uw zaal ligt, zit op Universe 100, vorige week. Dus je hebt dat dan gepatcht. Ik zal het even pakken met de dimmer. Dus we hebben een dimmer op 5. Onze laatste dimmer is op 5. Dat is het zaallicht bijvoorbeeld. En de volgende week zit het zaallicht op Universe 3. Adres 300. Universe 3. Adres 300. Patch to. Hier onze 5. Patch. En nu gaat dat automatisch aangepast zijn. Even de setup hebben. Voilà, die is nu naar 3.300 overgezet. Dat lijkt een heel lange weg, dat is het ook, want er zijn andere manieren voor. Ik ga even zien. Die andere manier is. Ik ga even selecteren. We gaan deze terug op 1.81 zetten, zoals daarvoor. Dus nu staat alles weer juist. Dus hetgeen dat ik net heb uitgelegd, kan eigenlijk nog een stuk simpeler en ook veel toffer. Patch. Dus maakt niet uit of selecteert. Nu zitten in onze patchruimte. Ik ga ze even allemaal nemen. Zo, nu hebben we ze allemaal. Dus hier heb je bij je patch, als je rechtermuisknop doet op patch, heb je eigenlijk je volledige universe hier. Nu zitten we op universe 1. Kan je hier aanpassen. Enter universe number 2. Nu zit ik op 2. We gaan terug naar 1. Voilà. Om de 20, zoals we ze gepatcht hebben. Zo. Wat nu? Opnieuw het voorbeeld van vorige week en deze week. Al die adressen. Dus je wilt je cues behouden, je intensiteit en hoe je lampen staan, hoe het programmeerd is zoals vorige week. We gaan even allemaal unpatchen. Dus hier unpatch, dat is nu allemaal weg. En nu kan je eigenlijk even unpatch doen. Zo. En nu kan je eigenlijk, als je 1 selecteert, dus bijvoorbeeld hier dimmer 1, we gaan dimmer 1 pakken. Even weer juist zetten. Dimmer 1 was vorige week universe 1 adres 100, of adres 1. Ik wil dat volgens theater staat dat vandaag op universe 510. Natuurlijk, wij doen het nu met de muis en het pijltje. In UMA kan je gewoon met je scrollertjes meegaan en zo het juiste ding zoeken. 500. Voilà, we staan nu op 500. Ah, en de rest volgt gewoon erop. Kan je dat zo selecteren. En bijvoorbeeld zo, als je een theatertour hebt, is dat allemaal vlug gepatcht, 504. En staan ze weer zoals het moet zijn, nu in dit theater. In alle theaters staan alle lampen op alle manieren helemaal anders in de universe. Dus deze functie is daarvoor wel handig. Dus ze staan nu allemaal achteraan. Als we ze nu allemaal selecteren en unpatch doen, voilà, dan gaan we ze terug van 1, 2, 3, 4, 5. Dus patch, rechtermuisknop. Even mute zetten, voilà. Heel ons universe. En dan kunnen we dat zien. Dat is eigenlijk hetzelfde van die channel, maar uitgebreider. En voor mij vind ik een stuk overzichtelijker ook. Skip patch dan u selecteert, wat wil dat zeggen? Als je roteert met je scrollers op je console, op zoek naar bijvoorbeeld, als je hier de test output aanzet, kan je, er staat nu niks selecteerd waarschijnlijk, nee, 55, please. Als je scrollt, ook al is dat niet gepatcht, bijvoorbeeld het zaallicht zit op 95 en je zoekt het zaallicht, dat de rest zou je moeten krijgen normaal gezien van de techniekers, maar stel voor dat dat nog niet gegeven is, kan je gewoon doorscrollen en als je op 95 komt, gaat het zaallicht aanschieten, ook al is het nog niet gepatcht. En dan kan je gewoon dat selecteren. Je moet natuurlijk wel het zaallicht hier selecteren. Want je ziet nu is het vanaf 95 gaan. Maar even van het patch en terug vanaf 1. En zo werkt dat dan. Het is allemaal een beetje heel snel en door elkaar. Dus als het niet duidelijk is, stel je gerust je vraag. Of als het straks opnieuw moet, herhaal dat even op het einde. Maar ik vind dat persoonlijk voor te patchen op locatie met een bestaande show
een zeer toffe. Die skip patched hier, daarnet waren we aan het scrollen, dan gaat hij sowieso de kanalen skippen die gepatcht zijn al. Dus stel nu dat je op 1 begint en 2 is gepatcht en je bent aan het scrollen en deze staat aan, gaat hij de 2 overslaan. Dat weet hij ook van, dat is niet meer vrij. Als je dat skip doet, gaat hij dat wel pakken. Riskeer je de kans om eventueel te patchen op een bestaand kanaal, maar daar moet je dan echt even niet voor opletten, denk ik dan. Dus die skip patch blijft, voor het makkelijk te zijn, meestal wel aan. Zo. Namen, fixture type, patch, dat is allemaal duidelijk een beetje hier, denk ik dan. We gaan dan even uit, terug. En we gaan even snel hier een venstertje opzetten met allemaal belangrijke dingen dat we nodig hebben voor de dimmers en verder. Mocht je het dan zien, niet gezien hebben bij de software, hier rechts heb je al je tabbladen, dat eigenlijk je schermen zijn, je fysieke schermen bij console. Dus hier hebben we nu geen schermen genoeg in principe, maar één. Maar als je dat selecteert, krijg je hier je faders, andere faders, extra screens. Dat komt nu op mijn andere scherm, ik zal dat even verplaatsen, dat is een extra screen. Zo, hebben we voorlopig niet nodig. Faders gaan we ook nog even zo laten, extern, dat zijn ook allemaal schermen nog. Zo, we zitten nu even terug hier. Dat is eigenlijk uw klein scherm hier. Dus hetgeen dat op uw light bijvoorbeeld aan uw toetsenbord staat, dat is dat scherm hier. Wat kan je daarin zetten? Bijvoorbeeld, stomweg, waar zit onze klok? Voilà, we zullen hier de klok zetten. Ik ga even terug naar mijn executors faders. Even zien, waar is mijn scherm naartoe? Zet natuurlijk een beetje op uw. Ik even mijn dingen terug. We zien. Hier moeten we zijn. Nee. Het is natuurlijk een beetje een warboel op de OnPC software met al die schermen. Maar ik zoek even mijn scherm terug. Even zien, wat staat er hier allemaal tussen? Nee. Ja, hier zijn we er. Ja, screen 2. We gaan even onze Windows checken. Hé. We gaan nu eigenlijk op het einde van deze cursus, daar is volgende week, gaan we eigenlijk echt van nul een showfile opstellen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, het is wel een marathon, dus het zal langer zijn dan een uurtje. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, volgende week dinsdag is dat denk ik, gaan we vanaf nul een hele showfile opstellen voor de bus kunnen wel, dus voor live te duwen. We zullen nu ook even stilstaan bij een timecode showfile dat ik heb. Maar we gaan niet dat maken, we gaan effectief wel een busking file maken. Maar nu gaan we het even simpel houden. Voor onze 5 dimmers gaan we even al kijken, hier bij de presets is er meer bijgekomen. Dus het is eigenlijk echt wel het zeg, een venster voor uw dimmer, voor uw posities, uw hobo's, dat is nu niet van toepassing. Uw kleuren eventueel ook niet, want het zijn gewoon barren, laat ons zeggen. A beam, focus, control, shaper, video, allemaal niet van toepassing. Eigenlijk enkel de dimmer kunnen we hier selecteren. Tof ook, de al hier. Dat is een venstertje waar je alles kunt inzetten. Want, stel nu voor dat je een dimmer venster zet, kan je daar geen posities in recorden. Een preset window, wat is dat eigenlijk? Daar kan je eigenlijk, stel je voor dat je een fader maakt met de kleur rood eronder. Wordt Clarisse even een antwoord op jouw vraag, een busk showfile. Eigenlijk kan je, je hebt een busk showfile en bijvoorbeeld een showfile met vaste cues of een timecode voor echt een show. De showfile is gemaakt voor die show, bijvoorbeeld van een groep. Wat is busk? Dat is bijvoorbeeld op een festival als er een guest LD is of je moet zelf operaten met verschillende bands en je kent de muziek niet. Of er is geen vast patroon van cues, ga je beginnen busken. En busken is eigenlijk gewoon een ander woord voor live duwen. Dus dat effectief al je kleurtjes klaarstaan, al je chasekes onder vedertjes, een strobotje hier en daar, een hobo aanpassen, prisma. Dat is een busk showfile. Dus dat gaan we maken volgende week dinsdag. Even terug naar onze Windows. Wat we hier bij de pools gaan nodig hebben is een groep. Heel tof, we staan nu over heel ons venster. Selecteer je hier onderaan. Kan je die vergroten of verkleinen? Het is niet van toepassing dat dat zo groot is. Je kan die ook een kleur geven. Je klikt erop. We gaan onze groep een beetje blauw doen. Oeps. Even zien, dat is niet het juiste. Voilà.
Als we even zien. Een keer assign is appearance en dan kunnen we dat even in flow zetten. We gaan even een extra doen. We gaan even wachten met de kleurtjes van uw begroep. Wat handig is bij dimmers zijn de channel. Channel venster. Dus groep, channel venster, wat kunnen we nog gebruiken? BMX is op zich, dat zijn voor uw outputs te zien en zo, dat is op zich nu niet belangrijk. Wat kunnen we nog gebruiken? Sequence content, dat is voor de komende dagen. Voorlopig zullen we het hier belaten. Ik zal dat even hier groter zetten. Zo. Goed. Zoals we herinneren, staat onze dimmers op kanaal 1 tot 5. Mocht je dat niet meer weten, setup, patch only. Je kan in de patch gaan kijken of je kiest patch only live. Wat is dat? Je kan je patch dan zien, je kanaalnummers, eventueel fixnummers, naam, kanalen. Maar je kan er niks aan aanpassen, dus het is niet als je iets verkeerd gaat doen dat er in gaat prutst worden en je show is bij wijze van spreken kapot. Of je bent bezig aan je show en er gebeurt iets. Als je de patch only live gaat, zijn al die mogelijke dingen niet, kan je dat niet doen. Dus dat is eigenlijk puur informatief. Dus we zijn hier bij onze live patch 1 tot 5 kanaal. Kanaal 1 tot 5, wat doen we dan? Wat je kan doen is deze selecteren. Store. Voilà, is een groep. Dus nu hebben we die vast. Dimmer onder bijvoorbeeld. Als je dat hier ziet, staat de dimmer volledig open. Deze 5 dimmer, dat is die groep. Tot dan nu op 52 gaat dat ook zeggen dat dat 52 open staat. Wat je ook kan doen natuurlijk is channel 1, hier onze true. Dus 1, true, 5. Dus nu gaan we effectief hier kanaal 1 tot 5 selecteren. Please. Store. En is datzelfde geval nu. Even clearen. Dus dat gaat ook weer hier die 5 zijn. Voilà. Dus dat zijn de verschillende mogelijkheden. Via de toetsen of gewoon via onze channel window hier. We gaan even clearen. Stel nu voor, je wil je groep aanpassen. Dus we hebben hier onze full dimmers. We gaan er even een naam aan geven. Dus hier assign. Als je daar twee keer op drukt, krijg je label. Dus assign label appearance. Label hebben we nodig. Je drukt op dimmers. Kan je daar een naam geven? Dim all. Nou, dat eens geven. We gaan hetzelfde doen voor hier. Dim 1 en 2. Kortweg en stomweg. Maar daar zitten nu wel nog alle dimmers in. Hoe kan je dat veranderen? Dat is heel simpel, dat moet niet verwijderd worden ofzo. We gaan even clearen. Dus je hebt hier dimmer 1 en 2 geselecteerd. Of ja, hier channel 1 through 2. We gaan even storen onder die groep. Dan vraagt hij override, merge of remove. Mergen, dat is eigenlijk, stel je voor, je hebt één dimmer in die groep staan en je wilt de rest toevoegen, dat is mergen. Overwriten gaat dat effectief nu overwriten met hetgeen dat we hebben gedaan, dus die gaat dat van alle dimmers naar dimmer 1 en 2 brengen. We gaan even overwriten. Zoals je nu ziet, als ik die groep al selecteer, komen deze twee tevoorschijn. Zo, daar zit nu dimmer 1 en 2 in. Dat is de eerste stap. We gaan even al onze dimmers aan, 100%. Of wat dat ook kan. Die knop heb je ook fysiek op je tafel, een full. Dus nu staat dat allemaal open. Hier bij je executors, of. Dat zijn je faders. Kan je dat hieronder storen. Zo, dat is nu onze faders. Even terug naar onze screen. Of wat je ook kan doen, we gaan hier een keer even verkleinen en onze groep verplaatsen. Move. Zo. Dat wil je effectief zien. Wat ik nu zelf vergeten ben, en dat zeker belangrijk is, je view moet je ook storen. Dus dat was ik even vergeten. Dus je hebt je view,
niks geselecteerd. Stel je voor dat we hier een beetje aan prutsen. Store, view, groep plus channel bijvoorbeeld. Voilà, is dat hier nu gestoord. Dat kan heel handig zijn, dat zijn al de views. Zo heb je meerdere mogelijkheden om allemaal te bekijken. Wat we nu wel even snel gaan doen voor nu, is een lege view storen, zodat we heel makkelijk nieuwe views kunnen maken. Want nu gaan we even de dimmers erbij halen. Een pool hebben we nodig voor de layout. En we gaan eens effectief onze layout zelf erbij halen. Layout view. Dus dat is eigenlijk ons nieuw venster nu. Layout. Dus we hebben onze layout view, onze preset van onze dimmer. Layout. En layout view. Even terug. Drie keer assign. Maakt appearance. Nu is dat vakje rood. Dat was even een leuke tussendoor. Dus. Drie keer assign. Brengt appearance. Nummer 1 tot 2 maken we de roze. En nu is dat mooi roze. Zo. Doe ik dat meestal ook met spotten. Komen allemaal in het blauw bijvoorbeeld. En rood is voor alles van wash. Zo, we gaan hier ook even, zoals ik al eerder zei, playback. Onze faders kunnen we ook gewoon storen hier. Zo. Voilà. Ik ga even snel nu al onze dimmers in de layout zetten. Hoe doe je dat? In de layout zetten. Dus je selecteert al je dimmers. Of dimmer 1 tot 2, maar nu gaan we ze allemaal gebruiken. Ga naar layout. Storen, ik ga even de S gebruiken. Zet je hierin. Dus dat zijn je dimmers. En nu komt dat hierop. Dat is je layout. Als je setup klikt, kan je hier wat aan prutsen. En kan je ze eventueel apart selecteren en uit elkaar halen. Zo. Nu zijn die zo. Even zien. Zoom to fit. Dat gaat niet lukken. Even onder de fader. 50%. We random getal 68. Onze dimmers gaan aan 68%. Dat is eigenlijk een soort van platte 2D-versie om uw lampen te plaatsen, zodat je kan zien waar hangt welke lamp. Bij natuurlijk een groot aantal kan het dan belangrijk moeilijk gaan worden. Maar zo gaat dat ietsje makkelijker. Wat je ook kan doen is, bijvoorbeeld als we misschien nog straks een moving head patchen, kan je dat daarin brengen dat de dimmers en de moving head op één layout staan. Die kan eigenlijk heel vrij gaan. Is je layout enkel je dimmers, enkel je spotten of samen, of enkel je washen. Spotten met je washen, je kan echt alles samenbrengen daarbij. Zo. Wat we morgen gaan bekijken, normaal gaan we morgen even netwerk bekijken en dat linken met capture, zodat we een view hebben, een overzicht van wat we allemaal doen. Het jammer natuurlijk eraan, waarom dat we bij netwerk beginnen. Je hebt een console nodig voor het linken aan capture. Bij Shamsi is dat niet zo, dat kun je dan doen met een loopback adres. Vanaf je eigen computer of een extra computer via internet verbonden, via netwerk. Maar bij MA heb je jammer genoeg wel een console nodig, fysiek. Maar dat gaan we allemaal morgen zien, hoe en waarom. Ik denk dat ik wel vandaag even over tijd ga gaan, als het oké is. Straks zijn er nog mooie webinars van Jamie en Liam, dus zeker kijken. Shamsi en Isadora. Dus straks even als ik klaar ben voor vandaag een koffietje drinken en dan komen we gerust terug voor de andere workshops. Dus we hebben onze layout. Als dat duidelijk is, ga ik verder. Dus laat even weten of die layout view duidelijk is. Ik ga even kort de stage view uitleggen. Als ik hem vind. Waar is mijn stage view? Even zoeken. Other. Stage view. Zo. Store.
stage shooter. Dat is nu onze stage view. En hier kan je heel hard in gaan prutsen. Het is natuurlijk ietsje makkelijker als je daarvoor een console hebt. Dan kan je aan die wieltjes draaien. Want nu heb ik al hier heel boven de lamp gezet. Uw stage view is eigenlijk een soort van platte 2D versie van een 3D visualizer. Dus je kan eigenlijk ook... je gaat die stralen die je nu ziet, dus we gaan straks eens proberen met Moving Head, kan je die stralen zien bewegen. Zoals in een visualizer, maar het is gewoon, ja, wij zullen spreken in een lijntje. Maar zo kan je ook wel al je spots plaatsen. Het is natuurlijk makkelijker met die console, waarom? Dan heb je je scrolls hier, want nu weet ik niet echt perfecte maten. Dus je ziet dat die verandert van positie. Dat is nu één dimmer, maar mijn andere dimmers staan hier. Kijk, twee. Dat is dimmer 1, dimmer 2. Dus dat is je stage view eigenlijk. Dat is effectief, daar kan je niet in bepalen wat je wilt zien. Je stage view is meteen alles, dus dan moet je even ook alles op positie gaan zetten dat het een beetje duidelijk wordt. Daar is wel wat werk aan, maar bij deze kan je misschien dan straks nog een beetje prutsen met stage view. Ik denk dat dat zo'n beetje het belangrijkste is hier. Dim all, kan je eens met dimmers selecteren. We hebben hier onze preset venster van dimmer. Stel nu, ik heb veel de 10% nodig. Even de S-knop gebruiken. Ik heb ook veel de 75 nodig. En voor 1 Q heb ik zo een mooie 36 nodig. Wat is dan nu die presets? Stel nu voor opnieuw het principe van vorige week en deze week. Vorige week had ik 25% op die lamp. Maar de lamp nu is ietsje al ouder en heeft van meer nodig. Dan ga je dat naar 36 aanpassen. Dus al mijn dimmers in 25. Dat is een Q. Stel je voor dat dat nu een Q is dat dat geprogrammeerd is. Mijn dimmers in 25. Van, ah, het is niet genoeg. Ik ga dat weer brengen naar 36 bijvoorbeeld. Of ik kan dat ook hierin aanpassen naar... Wat nu? 40%. En als je dat denkt van, misschien moet ik dat houden voor de volgende keer. Kan je dat hierin recorden. Dat is eigenlijk hetzelfde, dat gaan we zo dadelijk zien met die moving heads. Van, ah, dat is nu wel een mooie CTO dat ik heb gevonden van mijn moving heads hier. Stel nu, je gaat volgende week naar ergens anders. En je wilt diezelfde waarde, sla je die preset op als CTO. Dat is ook wel belangrijk dat je preset opslaat voor alle cues en zo. Preset is heel belangrijk, waarom? Stel je voor, je komt volgende week in een zaal met, dezelfde show. En alle presets zijn altijd gelinkt aan hetgeen dat je recordt ermee. Dus in je queue, je kleren, dat wijst automatisch naar je presets. Als je via de presets gebruikt hebt natuurlijk. En dan, als de kleuren niet matchen, van de moving head verplaatsen met je preset, kan je preset aanpassen. Je update dat, je update je presets. En dat gaat perfect zijn met de lamp en dat gaat met je hele show meelopen. Dus stel je voor dat 100 queues. En de posities zijn totaal niet hetzelfde als vorige week. Je past even die ene positie aan, bijvoorbeeld de centerpositie. Allemaal naar één artiest gericht. Je past dat aan, volgens de lampen daar. En dan gaan een hele show record zijn door juist je preset up te delen. Dus presets zijn op touring show en zo heel belangrijk. En zo kan je effectief heel snel werken. En hou je show zeker snel in orde. Dus dan moet je niet queue per queue gaan updaten. Want als je zo 100 queues moet gaan updaten. Of in de queues gaat zoeken welke dat de center was. Is dat natuurlijk heel moeilijk. Dat is nu heel simpel de dimmer queue. Maar natuurlijk, je hebt dan mee kleuren palettes. Je hebt posities. Je beam, je focuswaarde, je zoomwaarde. Letterlijk alles in je lamp. Bij onze dimmer hebben we hier natuurlijk niet veel. Je ziet, sta je enkel dimmer onderaan. Bij moving heads komt er een positie en verder bij. Ik stel voor dat we even dan een paar moving heads gaan bijpatchen. Ik ga even al deze hier zetten. Fixture opslaan. Voordat we patchen, ga ik even onze mogelijkheden bij de faders. Dus je hebt altijd opties per fader dat je kunt aanpassen. Hoe raak je daar? Assign en op de fader duwen. Dan krijg je dat overzicht hier. Dat is ook heel tof aan MA. Hier zie je eigenlijk je ene kanaal dat nu geselecteerd is, hier links. Go, Master, On, Off. Wat is dat?
je onderste knopje. Ik zal eens snel de tweede webcam erbij nemen. Zodat je eigenlijk nu ziet, is eigenlijk hetzelfde als zo één fader. Dus de onderste knop dat nu go staat, is deze. Dat is de flash button, daar kijken we naar. Dat is deze. Master fader, on en off. Dus dat is hetgeen dat je hier nu effectief allemaal ziet staan, is eigenlijk hier op je fader. En dat kan je, zoals vele dingen in MA, gerusteloos aanpassen. Even onze webcam weer kleiner maken. Zo. Maar eens kijken, als je nu niet wilt dat dat een go-button wordt, kan je dat aanpassen. Moet dat flash-button worden, een flash-on, on-off, float the next queue, een swap, dat al de rest uitgaat, een toggle, aan-uit, door te drukken. Alles is mogelijk, je kan alles aanpassen. Ook bij de fader. Het zou een master fader zijn, een step fader, een cross fader, een speed fader eventueel, een temp fader, dat is hoe hoger hoe groter. Dan zijn deze knoppen effectief hetzelfde als deze onderste knop. Je kan ook de wijdte hiervan aanpassen, om meer functies toe te voegen. Width 3, als we nu weggaan, is onze fader 3. Waarom is dat handig? Als je cues hebt met tekst, en zit daar een lange tekst in, kan je die cue helemaal zien van tekst. En voor meerdere functies op je knoppen en je faders. Kijk, je speed en zo, dat gaat allemaal bij. Dan even terugvallen naar 1. Hier kan je zien welke sequence er in geprogrammeerd is. Dus onze eerste sequence, of onze eerste queue, want eigenlijk is het nog maar een queue, maar wordt automatisch sequenced. Dat is een functie. Je kan er een groupmaster van maken, een special master. En straks ook eventueel onze BPM tab, dat gaan we zo dadelijk zien. We zullen wel even over tijd gaan, maar dat zal niet zo erg zijn, hoop ik. Hier bij options zijn eigenlijk alle opties van uw faders. Daar gaan ze niet allemaal uitleggen, want anders wordt het iets te moeilijk. Ik ga de belangrijkste zeggen, dat zijn die eigenlijk bijna allemaal nu aanstaan. Dus die auto start, auto stop, zijn hetgeen dat hem is. Dat zijn de belangrijkste hier. Dat is hier ook een belangrijke, soft LTP. Voorlopig, als je niet te speciaal doet, laten we al onze faders onder een soft LTP staan. Dat is het makkelijkst. Wil je bijvoorbeeld met een chases wekken en zo? Ik zal het even kort uitleggen. Op je eerste fader staat je master. Dan op je tweede fader staan alle effecten, zoals dim chase of een bump of een random. Dan moet je zeker zijn dat je tweede fader een LTP is en je master fader een HTP. Waarom? Als je master fader open staat met je HTP, staan ze aan. Je effecten kunnen ook aanzetten, maar ze gaan niet werken, want je HTP fader overroelt je LTP. Dus dat is wel makkelijk, dan kun je effectief je effect al binnen gaan kiezen en zo en klaarzetten en dan gewoon je master toeschuiven en dan kunnen we dat doen. Dat kunnen we morgen eens tonen samen met Visualizer, met Ketchup erbij. Zo, dan gaan we even terugzetten naar LTP. En het laatste dat ik hier wil even bespreken is tracking. Wat is die tracking nu? Stel je voor, we hebben 5 dimmers dus. En we maken 5 queues waarbij dat elke dimmer 1 per 1 aangaat. Maar ze blijven allemaal samen aan. Dus Q1 is dimmer 1, Q2 is dimmer 1 plus 2. Stel je voor dat je je tracking laat aanstaan en je programmeert dat zo, gaat dat werkelijk dat je het wilt. Dus je programmeert dimmer 1. Record, clear, volgende queue, nummer 1, 2 en zo verder, altijd cleared, dan gaat dat blijven werken. Als je tracking uitdoet, gaat dat bij wijze van spreken kapot zijn. Waarom? Je hebt je tracking uitgezet, dus je neemt dat niet meer mee. Dus als je zonder tracking werkt, moet je effectief per queue altijd Q1, nummer 1 aan, clear, Q2, nummer 1 en 2 aan en zo verder 1, 2, 3. Als je tracking gebruikt, ga je dat niet moeten doen bij het programmeren, dan gaat hij gewoon alles meepakken van de vorige stap. Dus eigenlijk gewoon alles van de vorige stap record die mee naar het volgende. Ik kan dat een beetje zo zien. Dus als je effectief queues wilt, helemaal apart, zonder tracking, moet je die tracking afzetten. Dus eigenlijk, de tracking is eigenlijk een beetje een keuze. Bij sommige effectjes, als je die zelf wilt maken, kan je dat wat kiezen. Is het best dat je die tracking afzet of aan, het is afhankelijk van welk effect.
Maar dat gaat eigenlijk morgen wel duidelijk worden als we die visualizer opnieuw hebben. Dat kan alles beter getoond worden, kan ik ook de functie ervan beter uitleggen. Gaan we nu voorop laten aanstaan zo. Nu als voorlaatste gaan we even snel naar de patch. Gaan we moving pakken. Laat ons zeggen dat we onze favoriete megapoint gaan pakken. We gaan in de library. Manufacture, Ruby. Fixture, megapoint. En dan gaat hij ze allemaal tonen. Mode 1 en mode 2. We zullen nu mode 1 nemen. Zorg zeker hier bij select drive dat hij op internal staat. Kan zijn dat hij op andere versies of op de USB drive dient te staan en dan vind je dat niet terug omdat dat niet in uw library staat. Dus dat moet zeker op internal staan, dat gaat over de console. Alle informatie kan je hier beneden zien op wat kanaal staat, wat hij doet, wat doet hij minder met die mode 2, wat doet hij meer met mode 1. Gaan we allemaal eens bekijken in onze marathonles. Voor de geïnteresseerden bij de marathonles gaan we ook even stilstaan bij het createn van nieuwe heads, waarvan dat er geen headfile is. Hoe dat we dat nu op een handige manier zelf maken, maar dat zien we volgende week. Goed, quantity. Voorlopig één moving head pakken. Nu selecteert hij automatisch hier fixture 1. Het is een keuze, pak je vanaf 1 of pak je vanaf 101, 201. Je kan allemaal vrij kiezen, dat is eigenlijk een eigen systeem. Ik zelf pak altijd 101 voor de spotten, 201 voor de washen. En dan is dat mooi een beetje tussen elkaar uitverdeeld, staan niet in elkaar. Dan is dat duidelijk. We pakken er 1. Vanaf 100 sta je nu in. Megapoint. Zo. We gaan terug. Even zien of ik dat op 101 heb gezet. We staan altijd op fixture 1, dat is goed. Hetzelfde principe als de kanalen. Hier kan je dat doen. Of, dus selecteren record. Of, fixture 1, please, store. Dat is hier onze megapoint. We gaan even een duidelijkere naam aangeven. Zo. En zoals je kan zien, komt er nu een hele hoop meer mogelijkheden hier onderaan bij. Wat die lambda ook heeft. Dimmer, position, goalpost, kleuren, beam, focus, controller, lamp control, het kan allemaal. We gaan even onze layout aanpassen. Ik ga even een nieuwe view maken met onze groepen. Zo. Even van alle presets. Dimmer is al duidelijk, denk ik. Position. Gobo. Als die wil verschuiven, ga ik die opnieuw maken. Zo. Even verkleinen. Color kunnen we natuurlijk ook presets van maken. Beam. Shaper zegt die lamp niet. Gaan we even storen onder presets. We zullen even naar alles kijken. Even clearen. Zo. Stel nu voor, we plussen in onze posities. 52, pan, tilt 23. Je bent op baan met een band, je oefent en dat is de perfecte positie tijdens repeteren. Store. De positie, je komt toe in een zaal. Met eventueel andere lampen op dezelfde lamp. Die lamp is nu gepatcht in de zaal op die tafel. Selecteer de positie en dat klopt totaal niet. Zo, dus even je preset aanpassen. Ik pak nu een kleine aanpassing. Store, position, override. Die posities aanpast en geel uw cue-lijst van uw nummer of van uw verleden show is nu aanpast naar de positie dat ze moeten zijn. Dat is allemaal hetzelfde met hobo's, zoals je hier ziet, open hobo's, heel tof. Bij de meeste, toch wel de grote merken, zie je effectief wel wat dat je hobo doet. De fan heb je hier vast.
Zo. Je ziet alles er twee keer in staan. Dus fijn. Fan met sterretje en fan zonder sterretje. Het sterretje wil zeggen, we zitten in het roterende hobo-wiel. Hobo 2 is een vast wiel. Jawel, eens zien. Ik denk dat hier... Nee, excuseer. Hier is hobo 1. Een stilstaand wiel. We gaan even naar hobo 2, naar het rotating wiel gaan. Je ziet alles hier ook simpel, dubbel staan. Dus we gaan een keer de 2.2 pakken zonder. En de 2.2 staat hier met een sterretje. Want dat zijn met de sterretje, je kan dat dan hier apart laten draaien. Bij het tweede hier. Dus we kunnen dan een keer recorden. Voilà, hobo. En dat is ook in de preset. Dus zonder iets bij is een statische hobo. Dat die statisch blijft staan. Met sterretje kan je hem laten draaien. En hier met twee pijltjes is een shake effect. Dat is dan effectief dat hij zo'n beetje een shake gevoel krijgt. Dan gaan we hetzelfde met colors doen. Bij color kan je hier gewoon de vaste kleurenwielen pakken. Staat hier allemaal in, ook mooi met kleuren erbij. Wat ik meestal graag doe, is hier mijn special dialogue. Dan kunnen we effectief gaan prutsen. Of course, point is een CMY-wiel. Kun je hier aan prutsen om de perfecte kleur te vinden. HSB Color Picker. Dat is ideaal bij watches en bij CMY spots. Bij RGB spots met een kleurenwiel gaat dat niet gaan. Of Swatchbook kan je in alle soorten filters gaan zoeken. Bijvoorbeeld, we willen hier een mooie CTO Orange Full 208 of een 204. Raw faders is minder interessant. Als we dat storen, ik wil die color CTO, voilà, en dat staat daarin. En eigenlijk zo moet je werken als je een show opmaakt, bijvoorbeeld te gaan toeren of zo. Gebruik presets, dat is het makkelijkst. En een extra tip voor die presets te behouden. Zorg dat er altijd in je bibliotheek, in je patchbibliotheek, van elke lamp toch één staat. Dus dan wordt het 50 megapoint in een layer, maakt één layer met biblio. Waar je lampen in staan. Unpatched. Dat je dat dan allemaal meeneemt, want het kan zijn dat je dat dan kwijt zit als je ergens anders gaat en eventueel op een andere tafel of een ander showfile op een andere tafel start. Altijd een bibliotheek behouden, dat is dan makkelijk. Dan kun je ook al je presets nog het best behouden. Dan hebben we nog de beam, dat is vooral dan shutter en je frost. Je focus is je zoom en je focus, maar dat zijn allemaal dingen die we morgen beter gaan zien. Ik heb in Capture de rig klaar staan met een aantal Camsin en S9 lampen van Ayrton. En daar kun je dan een beetje in prutsen. En is het ook allemaal duidelijk. Dus eventueel nu het laatste. Laat even weten in de chat voordat ik aan het laatste begin. Wat alles duidelijk is of dat je nog iets wil opnieuw uitgelegd hebben. Of iets niet verstaat of nog een vraag hebt. Shoot gerust, het is nu het moment, het kan eventueel ook morgen nog gedaan worden, maar laat maar gerust weten. Ik ga nu even nog een laatste ding uitleggen. We gaan even ons venster uitbreiden. Pools. Bij pools gaan we er effecten bij halen. We gaan even storen. Effect. Wat is dat nu? Ik ga even de dimmer pakken. Je selecteert je groep. Drukt op edit. Hier zo. Om je effect te selecteren dat je gaat aanpassen. In de chat geweest, normaal gezien heeft Wout al een antwoord gehad op zijn vraag. Ja, dat is inderdaad al gezegd, Liam. Dus geen probleem. We zitten nu in onze effecten-editor. Dat is een beetje het laatste voor vandaag. Je hebt hier Load Predefined of Add. Dus Load Predefined. Daaruit krijg je een selectie van MA zelf die al voorgemaakt is van effect. Dus we zitten nu met een dimmer. Een dimmer sinus. Hierin kan je alles aanpassen. Je vorm. Dus dat is effectieve sinus. Vul je dat in een chase vorm. In een ramp vorm. Je kan maar kiezen. Dat wordt ook allemaal, zeg ik allemaal, heel veel duidelijker morgen met een visualizer erbij.
de speed aanpassen, hoogste waarde, laagste waarde, en of je het in groepen of blokken wilt. Dat kan ik wel nu tonen. Dus als ik nu dimmer sin, wel zeker weten, als we nu de megapointjes selecteren en die dimmer aanzetten, dat werkt niet. Dus effectief, de groep die selecteert en maakt het effect, daarop werkt het effect. Excuseer. Dus als we nu onze layout gaan selecteren, hebben we een mooie dim chase in onze lampen, in onze dimmerlampen. Wat wil ik nu uitleggen van die blocks? Dus je zag dat dat nu een mooie golf was. We gaan even terug editen. We gaan een groep van 2 maken. Wat gaat dat doen? Eigenlijk gewoon basic odd even. Zoals je kan zien. Dat zorgt ervoor, dat zijn die groepen. Als we dat nu per 3 gaan zetten, is dat gewoon een 1 op 3 dat die doet. Voilà. Dus dat is groups. En dan ook nog, dat kan je dus trouwens snel hier aanpassen. Breder moet niet altijd naar achteren scrollen, dat kan allemaal hier. In blokken van 2. Zoals je ziet, pakt hij altijd 2 blokken. 1, 2, dat is nu wel eentje alleen omdat we een oneven nummer hebben. Dus dan gaat dat altijd per blokken pakken. Dus eigenlijk 2 blokken naast elkaar, 2 altijd naast elkaar, dat stuk. Nu gaan we even de wings. Dat is eigenlijk bij een klein aantal lampen moeilijk te zien. Dat is eigenlijk een verfijnd effect van onze blokken. Ik kan ook gerust even openen. Nu hadden we de sinus. We gaan daar eens een chase van maken. Ik ga terug mijn wings 0 doen. Voilà, en nu zouden we een simpele chase. Morgen gaan we die effecten nog zeker zien. Voor met onze moving heads, voor roterende effecten en zo. Dus dat komt nog zeker. We gaan dat even assignen. Label, dus dat is onze chase. Dat is nu een chaseke. Natuurlijk nu, als we dat open trekken, dan gaan we open en dat is het. Wat gaan we daarvoor doen? Het hier nog die 2 faders. Dus op een tafel, als je nu goed rechtsboven kijkt, op je tafel zijn dat deze 2 faders. Dat zijn die 2 faders die daar staan. En die kan je ook, zoals bij alles bij MA, maar echt alles een functie geven. Nu staat dat op program time en execute time. Die staan hier, excuseer. Die staan links. Dus je ziet, dat zijn de mogelijkheden. Speed 1, speed 2 gaan we er een keer van maken. Dus als je dat nu open trekt, onze chase, dat is een vast patroon. Je kunt dat niet aanpassen ofzo. Eventueel met een temp, je fader naar een temp fader veranderen, maar dat lijkt mij een beetje onlogisch. We gaan terug, hier naartoe, naar onze fader. Ik ga even assignen, onze chase. Dan hebben we hier speed, een blokje met speed. Even terzijde, als je een queue maakt met verschillende queues en wilt daar een chaser van maken, dat is hier de function. Dan hebben we hier onze move in black. Dus als je wilt dan je spotten zwart gaan als ze bewegen, dat is ideaal voor in theater of zo. Als je met moving is zwart en de beweging mag niet gezien worden, move in black, dat is hier always, never of autoprogrammeerbaar. Bij onze speed gaan we normal houden. Het is hier. Speed individual, dat is per fader, dus dat op je effect zelf, hier bij speed 1 of speed 2. Als we dat zo doen, gaan we nu even onze fader, staat aan. En zoals je ziet, hoe hoger ik hem zet, dus nu staat hij stop. Dus nu hebben we hiervan de speed fader gemaakt voor onze effecten. Stel je voor dat je een chaser maakt en zet daarnaast je andere fader en je linkt dat aan speed 2. Dat kan allemaal, dat is allemaal mogelijk. Of je linkt dat ook aan de speed 1, dat is geen probleem. Je kunt ook van die faders kun je er extra bij maken op je gewone faderbord, waar je al de rest zet. Ik wil dat even trager zetten, voilà. Dus zo is dat. Ik ga dat even herhalen.
onze faders. Assign. Speed normal, speed 1. Gelinkt aan die speed 1. En dat is het. Nu natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje stom. Als je zo mijn plotseling een speed changer zit. Ik ga even mijn computer. Ja, dat zie je dat wel. Als je zo mijn speed changer zit. Vele mensen doen graag een BPM tap, zodat ze kunnen meetappen. Dat is eigenlijk heel simpel. Want even hier zetten, we recorden niks. De lege queue voor een BPM tap te maken. We gaan dat even assignen. Dan gaan we bij function. Dan heb je, zoals ik daarnet zei, al die speciale dingen hier zitten. En in principe moeten we hier ergens onze speedmaster even open doen. Dus hier, special master. Dat is eigenlijk nu iets assignen aan die lege faders. Dus master, default master, special master. Zit hier bij een vakje speedmaster. Heb hier helemaal onderaan 3.16 bpm. Dan maakt dat die functie daarvan. En natuurlijk moet je dat wel even zien. En zo. Zo. Als je dat wilt, moet je natuurlijk wel linken aan je BPM. Dus wat je speed 1 hebt ingesteld van die bepaalde queue, moet je nu wel een BPM, een biertapje aanzetten. Dat zal, als we van de zomer weer buiten mogen, zo een beetje gaan denken in Brussel of kom dan allemaal naar hier. En we regelen dat wel. BPM, hier, zo. Voilà, nu gaat hij mee. Die chaser zit gelinkt aan die BPM tab. Zo. Voilà. Nu is even die niet meer van doen, want die staat niet meer geselecteerd. Voilà. Ik ga dat eens raar opduwen. Ik denk dat dat een beetje zijn er nog, het beetje het belangrijkste is, zijn er nu nog snelle vragen, want ik denk dat we het hierbij gaan laten voor vandaag. Ik denk dat we morgen ook wel ietsje langer zullen doen dan het voorziene uur. Wat we morgen een beetje gaan bezien is, even een beetje een korte uitleg natuurlijk, onze netwerken. En we gaan ook die queue content bekijken. Dat is wel effectief in ene queue fade tijden kan toewijzen en delay tijden aan verschillende moving heads dat je met ene queue bij wijze van spreken een fly-out kunt maken. Zo. Als we die visualizer morgen dan hebben, is dat natuurlijk ook makkelijker. Even zien of ik nog iets vandaag kan tonen. Je hebt hier uw off-knop, als je daar twee keer op duwt. Nu is dat heel weinig, nu zie je dat die chaser online staat. Aan liever. Dan kan je er vol staan met paarse dingen, met blauwe dingen of met gele dingen. Geel zijn de sequences, dus mijn fader nu. Chaser is blauw en de effecten zijn roze. Laat ons even snel het effect opzetten. Presets, dimmer het effect. Off-off, dubbel off. Die staat nu wel niet aan. We zien, ja. Of ja, enkel voor. Even zien. Ja, die komt er nu niet in, maar dan staat die geactiveerd. Wat kan je doen? Ofwel sequences, ofwel chasers, ofwel effects. En dan gaat dat allemaal uit. In plaats van al die effecten apart te gaan stompen. Met deze knopje bijvoorbeeld, als je wilt dat je effect stopt in je volgende queue, met die tracking en toestanden. Doe je dan gewoon hier stomp. Dat is een fysieke knop op de tafel, maar ik weet niet wat die hier tussen staat. Ik zie hem niet direct staan. Wat dat wel kan is MA add en dan krijg je hier
Zoals je ziet in je comment line hier stomp en dan selecteer je dat. En dan stopt dat effect. Natuurlijk wel zorgen dat je groep ook geselecteerd staat, of anders gaat het niet werken, anders stopt die niet. Kijk, nu, dat is mijn MA-shift. Misschien nog dat snel eens uitleggen, die MA-shift geeft u meerdere mogelijkheden, maar daarvoor is het... moet je eigenlijk een console hebben, dan kun je zien op de toets van de console staat er wat er geactiveerd kan worden met je MA-knop. Goed, ik zal nog even 5 minuutjes online blijven. Er moest nog iets zijn dat met de benensheets voor vandaag. Of voor eventueel, mochten er nog vragen zijn nu? Vandaag was inderdaad een beetje de introductie en de basis. En morgen gaan we wat meer prutsen met de netwerk, de visualizers en ook al die Q-content. Ik heb ook eens een timecode show geprepareerd voor morgen en overmorgen, dat we een beetje kunnen zien wat ik bedoel met al die effecten en die Q-content. Dus vandaag was het dus de layout en de patchen en de presets. Dus dat hebben we wel allemaal gezien, denk ik. Die stage view met je moving head kan ik eventueel wel snel tonen. Snel eens met onze point. Een vaste... Ah, wat ik nog vergeten ben, gaan we nu snel bekijken. Even een tilt sinus maken. Mega point, stage view. Als ik hier mijn mega point kan selecteren en ietsje hoger kan zetten. Staat die hier? Natuurlijk aanzetten van dimmer. Is moeilijk te zien. Wat was ik nog vergeten? En natuurlijk die dingen van effecten die nog gemaakt zijn. Nog een laatste. Even effecten. Dimmer effect, het hier weer predefined, maar je kan er ook zelf maken. Add. Wil je een dimmer effect zelf maken? Samen met een panning. Of een hobootje erbij. Hoe kies je dan nu welke hobo? Dat is met je laagste waarde en je hoogste waarde. Kan je gaan bepalen welke hobo je eruit wil krijgen. Of met een rode erbij of een mixed color. Moeilijk te tonen nu. Zal ik morgen eens op terugkomen met de visualizer. Maar zo maak je dus effecten zelf. Dus dat was het een beetje voor vandaag. Morgen netwerk met Capture. Dan bekijken we nog een keer wat extra Q-content. De HTTP, ATP, die tracking nog een keer extra uitleggen. Dat was eigenlijk voor morgen, maar nu een beetje basis uitgelegd. Dan op dag 3, dat is overmorgen, doen we timecode en wat extra informatie over effecten. Op dag 4... ga ik wat intro geven over Capture, hoe we daar iets kunnen designen met de DMG-files van de 3D-warehouse voor podium in te inserteren en eventueel line raise voor het wat extra touch te geven. Hoe dat samenwerkt met de MA. Dag 5 haal ik naar de MA3 kijken samen met de MA2 naast elkaar. Ik ben er zelf ook nog niet aan begonnen, ga ik toegeven, dus ik ben zelf benieuwd wat dat gaat geven. Dan eigenlijk op dag 6, dat is volgende week dinsdag, denk ik, gaan we een showfile opstellen vanaf 0. Dus dan gaan we effectief wel alles wat we nu gedaan hebben deze week verwijderen en van nul starten. Goed, dat was het een beetje. Ik ben een klein half uurtje over tijd. Misschien is dat een idee om daar even naar uit te kijken voor de volgende workshops. Nog wat langer te doen. Maar het was heel tof. En feedback of input is altijd welkom. En moest er, ik ga nu alvast zeggen, moest er interesse zijn, de Capture dat ik ga doen, ga redelijk basic zijn. Dus mocht er interesse zijn voor een Capture workshop na deze workshops van Emma en Isadora en Shamsis, wil ik gerust nog een volledige Capture workshop geven van 0 tot 100. Want ik denk dat we nog even in deze quarantaine zullen zitten. En zo hebben we er ook nog een beetje plezier aan. Alvast bedankt voor de kijking. Ik blijf nog tot 3:30 online, nog een minuutje of 5. Drink een lekkere koffie met een koekje. En hopelijk tot morgen.
vind natuurlijk niet, als je trots bent op je show van deze op te slaan, de testshow, maandag. Zo. Eerst even. Hopelijk kijkt Liam nog. Met dank aan Zeppe. Het is vandaag zijn verjaardag. Liam heeft straks een cursus champions, dus zeker kijken naar onze jarige Job. Happy birthday.